Ja, dames en heren, van harte welkom bij de enige, echte, unieke aflevering van Lachen met Marten. De show die laat zien hoe het niet moet. Mijn naam is Martino Bambino en laten we maar snel gaan beginnen met deze aflevering van Lachen met Marten. Veel kijkplezier! Het was een doodnormale zaterdagochtend. Tijd om te crossen en niet zomaar een cross, het was de allerlaatste veldrit. Dus Marten bereidde zich ook gewoon op de normale manier voor. Hij nam dus ook een mooie intro op. Laten we daar eerst eens even naar gaan kijken. Goedemorgen, yes, daar zijn we weer. De laatste, de allerlaatste crossvlog van dit seizoen. En dat is een zogenaamde koppelcross. Ik heb er geen idee weten wat een koppelcross is. Het is een beetje hetzelfde als, als de mixed relay op het WK van de week. Dus ik rijd met een partner. Die rijdt een rondje, daarna rijd ik een rondje. En om de beurt rijden we een rondje. En mijn koppelpartner vandaag is Koen. En samen met Koen gaan we vandaag proberen om... om een mooie uitslag te rijden, maar eigenlijk vooral om gewoon heel veel lol te hebben. Want daar draait het om in deze koppelcross vandaag. En zo kletste hij nog even door. Maar hij wist niet dat hij een kolossale fout had gemaakt. Deze show is echt een hele bijzondere show. Wist je dat jij namelijk, ja jij, onderdeel kan zijn van deze show? Jij kan namelijk iemand groetjes doen. Heel makkelijk. Klik hieronder en beneden, laat een reactie achter en laat weten aan wie jij de groetjes doet. Als je er toch bezig bent, gooi even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Ik mis adem. Wat is de tactiek vandaag? De tactiek is, ik zorg dat we vooraan zitten en jij moet zorgen dat we niet verliezen. Oké. Dat is wel heel veel druk op mijn schouders. Ik weet niet of ik dat aan kan. En terwijl ons nietsvermoedende slachtoffer... rustig klaarmaakt voor de cross en zijn warming-up gaat doen, samen met zijn koppelmaatje Koen, komt hij erachter. Zijn ketting slaat over. Hij heeft zijn fiets niet goed onderhouden. Oh, wat een gigantische fout. Maar, eigenwijs als hij is, gaat hij toch naar de start. Het is Koen die zorgt voor een fantastische start. Na een ronde ligt het koppel op een vijfde plek. En Marten mag beginnen aan zijn rondje. Maar na de start gaat het al meteen mis. De ketting slaat over op het moment dat hij meer dan 200 watt op het pedalen zet. Vliegt er zelfs vanaf. Dus hij moet stilstaan om de ketting er weer op te leggen. En tot overmaat van ramp moet hij dan ook nog gaan lopen op het einde. En als hij terugkomt bij het startpunt, denkt Koen alleen maar... You suck. Maar onze held van dit verhaal is niet voor één gat te vangen. Hij wil opgeven. Maar Koen roept, je moet een mountainbike pakken. In de schuur bij de club hebben we inderdaad mountainbike staan. Dus wat doet Marten? Hij pakt een mountainbike. En hij gaat crossen op een mountainbike. Wat een held. We wisselen even. Geen beelden meer, maar ik wissel even naar deze mooie MTB. Die fiets die is op. Jongens, even alle gekheid op een stokkie. Ik baal hier natuurlijk verschrikkelijk van. Ik maak er maar een grapje van. Maar ik heb hier echt, nou, ik heb er niet echt wakker van gelegen. Maar ik heb er figuurlijk wakker van gelegen. Want ja,
ik sta natuurlijk best wel voor lul dat ik mijn materiaal niet op orde heb. Dat is ongeveer de nummer 1 fout die je niet wil maken. Maar goed, ik had gewoon gedacht, weet je, het is de allerlaatste cross van het jaar. Ik weet dat mijn materiaal misschien wel een beetje op is. Maar ja, de allerlaatste cross moet hij nogal volhouden. Dan gooi ik er een nieuwe ketting, nieuwe cassette, ga ik alles nalopen. Helaas, het was te laat. De fiets was gewoon echt volledig op. Ja, daar heb ik gewoon niet goed ingeschat. Ik heb uiteindelijk ook super veel lol gehad. En wat uiteindelijk ook erg leuk was, is dat mijn fiets lag daar natuurlijk. Iemand anders had een lekker voorband. En ik kon mijn wiel, die dus daar maar niks lag te doen, afstaan aan iemand die een lekker voorband had. Waardoor mijn wiel toch nog is gebruikt in de wedstrijd. En als laatste vond ik het fantastisch dat mijn vrouw en mijn zoontje kwamen kijken. En ik dus echt de beste aanmoediging krijg. Dus ik eindig deze video lekker positief. Met mijn zoontje die mij flink aanmoedigt en mij op weg helpt. En dat is toch uiteindelijk het allermooiste.